Suriname Airways stopte tijdelijk met de vluchten naar Trinidad en Tobago. SLM-directeur Paul De Haan zegt dat de route Port of Spain een verlieslatende route was voor de SLM. De kosten waren structureel meer dan de opbrengsten, waardoor de maatschappij steeds gelden moest bijleggen om de route te onderhouden. Dit was de belangrijkste drijfveer om de vluchten tijdelijk stop te zetten. Het herstarten van deze vliegroute zal weer worden bekeken wanneer er een beter financieel perspectief is, besluit de SLM-directeur. De vluchten naar Trinidad waren onderdeel van de Caribische routes van de National Carrier. Zo vliegt de SLM nog naar de eilanden Curaçao en Aruba, die als tussenstoppen worden gebruikt voor de vluchten naar de Verenigde Staten. Tot zover dit gedeelte van het ATV-journaal.